En alle mensen van Dutch Gaming Nation, welkom bij Tomb Raider. We gaan verder waar we gebleven zijn. Dan moet ik wel even aanklikken. Ja. De vorige aflevering waren we hier natuurlijk geëindigd. Omdat we deze man tegenkwamen. Godver. Ah. En dat was die. Hoe de fuck moet je dit oplossen? Je ziet een icoontje. Volgens mij was het eruit op teken. Maar ik weet niet welke daarbij hoor. Ik speelde met toetsenbord, dus ik weet nou niet welke het is. Ah, dat was de F. Oké, dankjewel. En... oh, fuck. Maar goed, we kunnen dus nu eigenlijk verder. Dan gaan we... oh, lopen. En spring. Oh. Kut, Lara, je fakkel. Kut. Oh, naar boven, naar boven. Hoe realistisch is dit? Nee, 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 nee. Oh, gelukkig. Kom op, Lara, naar boven. Niet zeuren, lopen. Nee. Oh. Hoe realistisch is dit? Echt serieus. Even mijn geluid wat zachter. Zo. Huh. Zeg dat wel. Je bent eigenlijk buiten. Wat een uitzicht. Ja, ik weet niet of je uit kan rusten. Je zou wel even kunnen blijven zitten. Ik bedoel, je bent wel erg gewond. Een medicijn heb je waarschijnlijk niet bij, hè? Wow. Wat een uitzicht. $300 XP. Krijg ik er ook nog bij. Dus we spelen dit spel met XP dus. Oké, kan ik lopen? Oh, ik kan lopen. Ik kan alleen niet weten welke kant op. Oh, deze kant zou ik niet proberen. Rustig, Lara. Rustig. Oké. Okay. Oh. Wat hebben we hier? Rustig. De lifeboat. Waar zijn ze? Ze moeten naar Engeland. Zoek naar sporen van andere overlevenden. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. We doen het gewoon. Nou, dat is maar één manier. Is die boomstam wel veilig? Oké. Ja. Rustig, Lara. Rustig. Je hoeft het niet te lopen, hè. Je kan het ook gewoon... je kan ook gewoon zitten en dan schuiven. En dan zitten, schuif. Oh, rustig, Lara. Rustig, Lara. Niet. Wow. Rustig. Goed zo. Even wat sneller. Oké. Okay. Zeg dat wel. Echt waar. Oké, is voor de rest niks? Ik hoorde namelijk wel wat. Jammo. Jammo, denk ik. Ja, kom maar. Kom maar. Dus gewoon niet ergens iets waar medicijnen liggen of zo. Ik bedoel, zijn bloed lag langzaam gewoon dood. Huh? Okay. Wat is dat? Deel van een schip? I can do this. Denk je? Even kijken, waar moet ik heen? Daar kom ik niet bij, dus ik denk dat ik hierop moet klimmen. Zal ik het proberen? Grijp. Oh, ja!
Ja, oké, dan snap ik hem. Wat een ingewikkeld stukje is dit, echt waar. Goed. Ja, je kan het ook wel, maar dan moet ik je wel aangeven. Wat? Even vasthouden. Ik hield hem vast. Wat is dat nu voor onzin? Serieus. Ja? Kan ik omhoog? Oh, kijk, ik kan omhoog. Even kijken hoor. Oh, zo. Ja, oké. Ik snap het nu denk ik een beetje. Oh, omhoog. Oh, rustig. Kom op. En... kan ze dat? Echt waar? Ho, ho, ho. Rustig. Ja. Kijk uit! Ja, ik zag dat al gebeuren. Oké, 100 XP krijg ik erbij. Oh mijn god. Muren beklimmen. Druk tijdens een sprong op space om tegen een verticale muur te springen. Oh zo. Sam's pack. Oh, zit wat in die rugzak? Nee. Oh. Even in die rugzak kijken. Nee! Oh. They must have come this way. Camera. Lucifers? Kun je ook nog wel gebruiken, ja? Sam? Roth? Can anyone hear me? I've got to find them. Hmm. Kijken, is er nog wat meer? Zit er echt niks meer? Nee, vast niet. Oh. Oh. Jongen, jongen. Schuil voor de storm. Dan zeg ik schuil hier, maar... wauw. Kampvuurtje. Ja, had je maar wat anders aan moeten trekken, meisje. Ik krijg geen antwoord hoor. Maak een kampvuur dan. Je hebt je lucifers. Oh, ze is toch zo slim om dat te doen. Oh, echt nog eentje. Verkloot het niet. Kijk. Lekker kampvuurtje. Hebben we nog marshmallows? Nee? Heeft er iemand nog wat bier?
Maar op zich zit ze niet echt op een hele ongelegen plek. Luxe camera trouwens. Ziet er goed uit. Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Shaker? Let's take a break, okay? Okay, okay. Goed. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? How can you suggest I'm not serious about this expedition? Lara, it's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. Ja, archeologie. I refuse to bet. My reputation. Zeg natuurlijk genoeg dingen die niemand over archeologie weet. Dus het is nooit onmogelijk. When were you last in the field with a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know Look, that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the Triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't oh, look good. Nee, niet echt. I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously concerned. This is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Hoppa. Why am I even here? Maar goed, nou weten we dus wat ze als plan had. Dus er was de bedoeling dat we naar het oosten gingen naar de drakendriehoek. Wat er natuurlijk nooit van gekomen is. Eindelijk. Klaar met regenen, kunnen we door. I can't just sit here. Goed. Dat was hem. Volgende aflevering gaan we verder. Willen meer Lara Croft zien? Geef een duimpje. Abonneer als je nog niet gedaan hebben. En dan zie ik je bij de volgende Lara Croft in Tomb Raider weer verder. Dus, mazzel.